Als ik naar Ajax kijk voor een wedstrijd, dan staan ze in die spelerstunnel. Dan kijk ik gewoon naar 11 ambtenaren. Daar sta ik naar te kijken. Met een uitgestreken smoel staan ze daar. En dan krijg je een lachje af en niks. En niet dat je een gevoel hebt van de spirit of wat dan ook. Helemaal niks. Elf bouwvakkers. In de regen en in de wind. Met zo'n salarisje. Die hebben meer plezier en meer lol dan die Ajaxiden. Het is gewoon zo. Ik bedoel, ergens onderweg zijn die Ajaxiden de lol in het spelletje. En het plezier in elkaar en met elkaar zijn ze kwijtgeraakt. Dat is een jaar geleden was dat ook aan de hand. Toen speelden ze 4-4 tegen Heerenveen en ze verloren met 6-2 bij Feyenoord. Toen was het plezier ook zoek. En dat is nu weer precies hetzelfde. Hey, jongens, Ziyech en jij, Tadic en Van der Beek. Jullie moeten elkaar weer opzoeken. Jullie moeten weer lol trappen met elkaar. In de kleedkamer. En doe op het trainingsveld. Probeer technische hoogstandjes uit. En keer mekaars mouwen weer af. Van de overhemden. Ga in godsnaam terug naar die oude vervelende voetbalhumor. Kan mij het schelen. Alles is toegestaan. Ja, doe dat nou. Vanillevla bij elkaar in de schoenen. Hup in de kaas bij elkaar op de auto. Gewoon doen. Zorg dat je weer lol krijgt met elkaar. En dat je er weer plezier in krijgt. En dan komt vanzelf, dat zal je zien, dan komt die vorm ook weer waar iedereen nu naar op zoek is. Dat is wat er moet gaan gebeuren daar. Jullie moeten er gewoon weer lol in krijgen. En doe dat heel snel, wat ik nu zeg. Heel snel. Want anders gaat het zaterdag tegen Heerenveen weer fout.